is eigenlijk gewoon op café begonnen. Dat was in een periode waarin dat er heel veel in de pers kwam over militairen die zich op een buitenlandse missie volledig laten gaan en die zich te buiten gaan aan, aan excessen die weinig diplomatiek van aard zijn. Ik zeg maar iets, mensen die naakt zwemmen in het zwembad van een consul, mensen die in winkeltjes burka's gaan passen. Wat doen die gasten daar? Wie zijn dat eigenlijk? En zijn dat wel de juiste mensen om een wapen in hun handen te krijgen? Er wrong iets voor ons, vooral ook omdat we zelf, alle twee dan toevallig, dat kwam dan in dat gesprek naar boven, omdat we zelf alle twee ook gasten kennen van vroeger, van onze leeftijd, die vrijwillig in het leger zijn gegaan. En dus zelf ook een hoop verhalen hadden, maar ook verhalen van de andere kant. Die een totaal tegengewicht bieden aan die wilde cowboyverhalen over al die escapades. En het interesseerde ons echt om al die kanten bij elkaar te krijgen. Je zou moeten trainen. Hè? Trainen. De training houdt nooit op. Zodat je kunt als je moet. Huh? Scannen op draadjes aan de vingers en in de mouwen. En dan mikken op de kleine hersenen en uitschakelen. Geen seconde twijfelen. Gewoon hier, centraal zenuwstelsel doorboren. Dan geef maar één kogel, of ze drukken weer eens op een knopje en uw collega's kunnen nu Desert Boots repatriëren. Boom, kapot! We hebben interviews afgenomen met mensen van de landcomponent, van de luchtcomponent, met de oorlogsverslaggevers. Of als je een kaal zei. Geen 9 mm of niks. Keihard frontaal uithalen, duim achterhoogbal de kop in en alles meer lapperij er in één ruk uittrekken. Dat is gelijk fietsen. Het materiaal waar die mensen zelf mee afkomen is sowieso 10 keer interessanter dan onze cynische commentaar. Dus waarom zouden we dat dan niet vertellen? Stel dat er militairen komen kijken, dan willen wij dat zij het een goede voorstelling vinden. Dat was eigenlijk iets wat we ons eerst opgelegd hebben. Vandaar dat ook alles voor ons in detail moest kloppen. Maar er zijn nog geen militairen komen kijken. Het is niet echt één narratieve lijn, het is niet echt één doorlopend verhaal. Je krijgt eerder een aantal cuts, een aantal flarden te zien waar dan wel een personage uit groeit. Maar voor ons is het een soortement van everyman, een prototype van een mogelijke Belgische soldaat in Afghanistan. Een schietbaan kunnen we dat oefenterrein hier wel bezwaarlijk noemen. Je staat eigenlijk gewoon tussen de bergen te mikken. Ja, luitenant, wat zijn mijn sectoren? Ja, Dienberg en Dienberg. Pardon? Ja, die een berg en die een andere berg. Roger. Geschouderd. En ineens zie je dat er 400 meter achter je doelen een herder passeert. Met een kudde geiten. Er zijn hier boeren die nog niet eens weten dat er een oorlog aan de gang is. 9-11? Nee, nooit van gehoord. Operation Enduring Freedom? Nee, volledig gemist. ISAF? Hallo? Niemand thuis. Dus ja, wachten. Je raakt geprikkeld door iets en het is dan altijd achteraf ook moeilijk om te reconstrueren van waar dat komt of zo. Maar we zijn ook allemaal klein geweest en we hebben ook allemaal soldaatje gespeeld. En dat zijn dingen die ook blijven hangen. En, hey, dat is onnozel, maar we hebben op een gegeven moment een replica van een Kalashnikov gekocht. En dat ding is gewoon, dat is zo sexy, dat is echt gewoon gemaakt om goed in uw hand te liggen. En dat zijn ook dingen die, als je dat blijft gewoon prikkelen. Dat was als kind al zo. Het was gewoon fijn om een plastic revolver in je handen te hebben. Hoewel dat is gewoon een gruwelijke realisatie. Ook staat er dan met die Kalashnikov en dat is eigenlijk wel tof om die vast te houden. Dat is verschrikkelijk, maar dat helpt wel om bepaalde dingen te verstaan of zo. Dus het is een combinatie van zin hebben in meer informatie, zin hebben in meer nuance en het klein kind dat graag cowboy en indiaan speelt. Het is niet dat we een of ander Grieks drama staan op te voeren, maar het is wel heavy shit. Dus ik schrik er ook niet van als mensen na anderhalf uur even... We bieden ook pintjes aan na de voorstelling. Dat helpt ook, denk ik. Maar nee, ik vind het ook wel fijn. Jeroen heeft daar absoluut gelijk in. Het is heel fijn als mensen even met een vraagteken op hun voorhoofd naar buiten gaan, eigenlijk. Dan denk ik dat je echt wel iets strafs bereikt hebt.